aanvallende judoka's, vooral die Khakhaleishvili en David Douillet, de kerel die Harry eruit heeft gehaald in de voorrondes. Zeker ook geen doeltje, die was brons op de Olympische Spelen. Voor alle duidelijkheid, Douillet in het blauw, Khakhaleishvili in het wit. Een goede aanval van Douillet, maar Khakhaleishvili is nogal een geblokte judoka en moeilijk te smijten. Khakhaleishvili won zijn eerste drie wedstrijden met Ipom en zijn laatste, de halve finale dan met Wazari tegen Igor Muller. En nu... Ja, zeer spannend ogenblik. Ja, op zo'n moment kan er eens onderuit gaan met Ipom. Hij heeft kunnen stand houden. Doe je valt eerst aan met één been en dan pakt hij met zijn hand de broek vast van de partner om hem daarna nog zo onderuit te trekken. Zeer sterke aanval. Khakhaleishvili dus uit Georgië, een van die vroegere Sovjetstaten. Zelfs aanval, maar weer geblokkeerd door de Rus. Maar Douillet die de beste aanvallen doet voor het moment. En de Rus die moet oppassen voor strafpunten, voor passiviteit. Bij de mannen heb je ook duidelijk bij de zwaargewichten toch meer atletische judoka's dan je dat hebt bij de vrouwen. Je hebt natuurlijk ook bij de Fransen bijvoorbeeld een Matonnet, die niet meteen een atletisch type is. Nee, maar die toch wel een mooie, snelle beweging kan uitvoeren. Judo voor beide judoka's. Na het tweede, een beetje onrechtvaardig tegenover de Fransman, denk ik. Die toch, die zich toch actief toonde. Het is heel de tijd de Fransman die het initiatief voert. De Rus die zich er altijd maar onderuit werkt. Fransman heeft de Rus weer goed vast op de rug. Ja, ik denk het te doen. De Rus wel. Ja, toch niet. De Rus moet gaan aanvallen of hij gaat zeker een wet tegen een Sui aanlopen. Gewicht voor de kumiketten, voor het vastgrijpen. Ook zeer belangrijk natuurlijk om uw favoriete beweging aan te kunnen zetten. Khakhaleishvili ook vice-wereldkampioen in de open klasse. Terwijl Douillet vorig jaar en vorig twee jaar brons had op de Europese kampioenschappen. En dus nu al zeker beter doet. Ja. En voor beide een chewy. Ja, voor beide hier ook een chewy. En nogmaals, een beetje eigenaardig dat ze het aan de Fransman ook geven. Een chewy is dus een trapje verder dan een Shido. Geeft dat beide hier ook eens een Yuko. Ja, heeft dus telkens de tegenstander een Yuko. Douillet die toch op beslissing voor staat. Nog anderhalve minuut. Ja, ja. Ipom, dat is fantastische beweging. Het was echt nodig, want op beslissing heeft hij rust verloren. Maar een super mooie beweging. De Georgiër David Khakhaleishvili, perfecte voorbeeld van een Ipom.
finale. De Fransman die nogmaals de Rus controleert, echt naar rechteraan gaat. De Rus die zich volledig geeft. Eerst een beweging naar rechter doet. Fransman reageert. En de Rus steekt zijn been rechter en draait gewoon door. Ja. Dus dan is een Olympische titel nu ook de Europese titel. Maar nu op de rand van de stoel kruipen. Om te kijken naar de revanche van de finale van vorig jaar in de categorie min 72 kilogram. Toen won Laetitia Mignon. En hopelijk doet ze dat vandaag niet, maar wint.